What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe video. Mannetjes, vandaag is een dag. Ik heb die eens bij mij. En wij hebben hier in een zakje nog altijd de zuurstromingvis. Ja, dus... En er staat al wat spanning op het zakje. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is al een beetje... Ja. Ja, spanning op het zakje. Het is dus ook zo dat, heel dat... doosje of dat blikje zelf is ook zo wat opgezwollen. En vanaf dat je deze erop zet, dan gaat hij... Dus ik hoop niet dat dat recht in ons gezicht vliegt. Deze is dus een Zweedse delicatesse. Dat is de stinkendste vis op aarde. Ik heb echt bang. Ik heb hier zoveel video's van gezien van mensen dat kotsen. En ik heb echt geen zin om hiervoor te kotsen. Oké, ik kan een klein stukje geschiedenis voorlezen van deze mooie vis. Zuurstroming, of hoe dat je het ook uitspreekt. Ik denk dat zo zuurstroming. Zuurstroming of zoiets. Zuurstroming of zoiets, ja. Nee, niet zuur. Whatever. Zuurstroming. Oké. Staat wereldwijd bekend als een van de meest smerige gerechten ter wereld. Dit komt voornamelijk door de opvallende geur die vrijkomt wanneer een blik hiervan wordt geopend. Door het openen van zo'n blik ontsnapt een kenmerkende, sterk doordringende geur die de meeste mensen uiterst onaangenaam vinden. Wat ik hier juist al heb gezien. Dus dat is verse vis, ja. Hè? Dus hoe lang kunnen we dat normaal houden in de koelkast of zo? Verse vis. Een paar dagen, hè? Ja, maximum 2 dagen. Ja. En deze zit er al in van augustus 2017. Dat is de datum tot wanneer dat zo gezegd goed is. Nee, want het is goed. Tot 2019. Maar het zit er dus in van 2017, augustus. Dat is zonder zwijns een jaar. Ja, iets meer dan een jaar nu, hè. Iets meer dan een jaar zit je vis hier al in. En dat gist. Dus dat zit constant te gisten daarin, in zijn eigen bacteriën. Oh my god. Maar het vel en zo hangt er nog aan. De staart hangt er nog aan. De kop is er wel af, gelukkig. Alles. Nee, het is een volledige vis, hè. Wat, die kop hangt er nog aan? Ik denk het wel. We zullen dat direct zien. Maar alles zit daar nog op in en die geur is blijkbaar echt niet menselijk. Let's go. Ik ga het zakje open doen, hè. Ze zeggen dat je zelfs, als het zakje open is, dat je het ook al riekt. Oh. Ik vind nu niet van, oh, ik moet kotsen. Ja, het is nog niet open, hè, Gesje? Ah, wat vind ik nu? Allee, Rick, nu is goed. Toch niet van... Ja, oh. Nee, maar het is toch niet open, hè, Jens? Ik ga even hier, hè. Amai, dankjewel. Goed doorrekenen. Goed trekken. Oh my god, wow. Ik kan kotsen. Okay, Gesje, if that is it... Nee. Manneke, dat is nog niet open. Ja, maar als dat is... Dat is hetgene waar jij nu riekt in... Meest smerige gerecht? Ja, dan heb ik al erger dingen gegeten. Gesje, dat is hetgene waar jij nu riekt, maar dan in vorm van 10 of 20. Serieus. Sorry, maar dat vind ik niks. Nu. Ja, maar... Dit is viswijf, noemt dat. Dat wordt daar meestal bijgedronken, ja, denk ik. Ja, bijgeserveerd. Dat is elke soort van bier. Dat kan je eens misschien zo'n beet proeven. Ik drink niet, dus ik ga dat niet doen. Oh. Ja, nee, ik drink dat niet. Ik wist geen bier. 5 minutes later. Geef dat bier! Wacht, hè. Space to kots, hè. Ja? Nee, jij doet dat aan mijn kant! Dat kan speten op mij! Ja! Nee, ik doe dat in het midden gewoon, gij. Wat in het midden, jij waard hier? Nee, dat is niet waar. Niet liegen. Nee, zie! Doe dat daar. Maar niet op mijn micro, hè. Liever daar dan hier, hè. Oh, it's sissing. Oh my god, riekte jij dat niet? Wat? Riek! It's sappings, ew. Ik kan niet. Ah, Riek! Maar wat? Oh my god, jij bent niet normaal, maat. Uw neus zit gewoon helemaal potdicht. My god. Dat is puur rotte eigen, stront, alles wat je eigenlijk maar kunt inbeelden. Gesje, these fissings are coming out. She's so lees. Riek! Ah, but I riek it?
Wat is er nu in mijn neus, vriend? Oh, maar nee, dat kan ik niet. Sorry, maar nee, echt. Nee, jij bent echt aan het zeven. Nee, ik zweer het op mij mee. Nee, maat, dit kan niet. Riekt jij niet waar ik riek of wat? Ik riek. Sorry, mensen, maar. Als dat het smerigste vis op de wereld is. I'm gonna taste it, hè? Het is niet normaal dat jij dat niet riekt. Maar ik riek het, maar ik vind dat. Allee, oké, okay, zie een aangename geur, maar het is. Maar ik riek het! Oh, dat is een vin. My god. Heb je dat niet riekt, maat? Ik kan daar niet bij in de buurt komen, dat is geen grap. Ja, zit u dat hier, hè? Dat je toch in beeld bent. Maar die geur gaat de hele tijd zo. Echt niet, hè? Allee, kom. We zijn hier flauw aan het doen. Oké, dat is gewoon vis. Vis. Ja. Wil de naaste bleef. Jij ook, hè? We hebben beloofd. Ja, 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 oké. Okay. My god, maar je kunt. Yeah, it's on my fucking pant. Oh. Oké, de geur is iets aan het vervliegen, denk ik. Allee, de Jens, eraf. Jongen. Wat? Dat snap ik niet dat jij dat niet riekt. Er is echt. Ga naar een dokter, er is iets met je neus. Dat is geen grap, er is iets met je neus. Nee, ik riek het. They are so lying on Wikipedia. Nee, man. Sorry, ik denk echt. Sorry, maar die zijn aan het liegen. Ik denk echt oprecht dat er iets mis is met uw neus. Ik ben echt niet aan het lachen. Als jij dat niet riekt, dan zeg je echt niet oké. Wil dat alsjeblieft. Jij eerst. Pardon? Jij kunt het verdragen, dus jij gaat deze proeven. Ja, maar ik. Heb jij een mes of zo? Ah, wacht, ik kan nu eens dingetje gebruiken. Ik wil dat, die huid niet en dat gaat er niet af. Hallo, we moesten er met alles op eten, zei die madame. Nee, hallo, I'm not gonna eat skin, hè. Oh, dat het eruit ziet, manneke. Oh, is it on you? Hoe meer jij in die vis zit te roeren, hoe harder dat die geur vrijkomt. Stop er nou mee, serieus. Ja, gastje, I need some. Ik ga hier gewoon een stukje van bijten. Oh, doe het already. Jij ook, hè, gastje? Ik ga proberen, ja. Wie... Ik zweer het, ik probeer echt waar. Ik ben echt moeite aan het doen, gastje, maar deze is echt niet gemakkelijk. Wie draait het? Kom. Oh my god. Gewoon zo. Dat is heel zout. Heel zouterig, blijkbaar. Ja, zout. Vooral proef ik zout. Ik proef niet echt vis of zo. Nu is drinken, man. Oh, maak je zo even naar rekenen, alsjeblieft. Yeah, with your nose in it. I could care less, gastje. Ik kende dat zo van die viseitjes, zo, die zouten. Dat proeft zo. Maat, nee, je moet dat pakken en dan gewoon met je mond van voor eten. Dat doen met mijn leven gewoon. Ik kan niet met mijn neus naar die pot gaan, gastje, dat stinkt te hard. Had dat dan zo'n kaartje erover? Had ik dat riek? Nee, jongen, hou als reclame. Ik kan dat niet. Gastje, we promised. Iedereen wil ook. Kun jij je eigen inbeelden dat je Ron heel dat ding hebt opgegeten? Alles dat erin zat? Ja, dat zou ik nu niet doen. Chapeau, gastje, echt. Ja. Oh, hier is een stukje. Mensen, ik heb speciaal nog niks gegeten vandaag, omdat ik niet wil kotsen. Ik ben echt niet aan het lachen, ik heb niks gegeten omdat ik niet wil spouwen. God bless me. Goh, ik denk allemaal dombeest dat je een beetje baar eet, maar geloof mij, gastje, dat je dat open doet en je riekt dat. En ineens is echt het mis met zijn neusgaten, dat kan niet anders. Maar ook, ik riek het toch? Nee, dus er is niks mis met mijn neus, gaten. Nee, jij riekt niet de strafheid dat ik riek, precies. Ah, die graadjes erin, ik haat vissen. Maar graadjes. Je zit geen graadje op. Jij hebt al een stukje. Ik kan dat niet. Jij hebt een stukje. Ik kan niet. Kijk. Ja, wacht jongen, laat me even rustig laat doen. Me even zien aan beeld. Het is een heel klein stukje, mensen. Maar ze probeert het. Ja, lap.
There goes the stikstje. Allee, kom maar, gastje, ik meen het. Ik wil echt stoppen, ik kan dit niet. Kijk. Pardon. Niet te veel, niet te veel. Dat is meer dan uw gastje. You're so less gewoon. Echt niet, hè. Ik heb daar een heel stuk van gegeten. Van die voorkant. Gastje, doe het. Laat mij even een stuk doen. Ineens erin, want anders ga je... Oh, die geur. Ineens erin. Kom. Drie. Nee, wachten. We tellen af. Wachten. Nee. Drie. Nee, jeet serieus. Ik kan echt in dat gezichtsmaten spiet. Heel die vies gewoon, hè. Gastje, you need to do it. Nee, laat mij rustig proberen. Nee, want als je het rustig doet, dan ga je twijfelen. Als mijn neus dicht is, reken ik dat niet. Dat maakt dat niet uit. Ah, wel, doe het dan volledig. Als je het toch niet maar uitmaakt. Oké, okay. Laat mij gewoon even rustig doen, oké? Okay? Ik wil niet... Ik kots op u, hè, gastje. Echt waar. Eerlijk, dat is gewoon zaad. Ja, maar ik wil die geur nu echt unieke. Het is goed, het is goed. Hij zit vast in mijn tand. Hij zit vast in mijn tand. Oh! Wat? Je geur, maat! Kom in beeld! Doe het in beeld! Geef dat bier, geef dat bier! She's drinking beer! Dit is niet menselijk. Als jij dat normaal vindt, dan moet je misschien meepakken naar Oostenrijk. Nee, dank u. En wesp! Oh ja, maar dat is wel erg! Ja, dat is erg. Mannetjes, dit is voor mij persoonlijk de ergste ervaring qua eten ooit. Voor hem blijkbaar niet. Die moet echt dringend naar een dokter. Ik ben echt niet meer aan het lachen. Maar ik riek het. Ik riek hoe erg dat riekt en hoe vuil. Maar het is niet dat is, van... Nee, dat is een doordringende geur, letterlijk. Ik kan dingen heel hard vinden stinken, maar er gewoon in blijven staan, zonder probleem. Maar deze is iets waar je kunt daar niet in blijven staan. Oh my god, ik blijf daar in mijn hand hangt vol, hè, maat. In ieder geval, als je deze thuis zelf wilt proberen, in de reacties staat een kortingscode. En dan krijg je, als je er zo een bestelt, krijg je er een viswijf bij, dus voor weg te spoelen. En deel het ook en zo, en stuur het door naar ons als je het doet, want dan kunnen wij het ook weer zien. Ja, voilà, sowieso. Deze is niet echt niet menselijk. Ik ben echt niet meer aan het lachen. Deze is niet menselijk. Wij hebben deze trouwens gekregen van Stelloy. Dat is een vishandel in Mortsel. Volgens mij ook een van de weinigen waar je dat eigenlijk kunt krijgen. Dus ik zou zeggen, alle informatie staat ook in de beschrijving van waar je dat kunt bestellen en alles erop en eraan. Ik zou zeggen, probeer het zeker met je vrienden. Dit is echt niet menselijk. Ik meen het, dit is niet... Die geur, alles... De smaak is gewoon zouterig. Op zich aan de smaak is er niet echt iets verkeerd. Moest dat niet zo stinken, dan zou dat goed meevallen. Maar de geur is echt niet oké, sorry. Dat is echt niet oké. Goed, wat je genoten hebt van mijn kotsneigingen, of hoe ik het moet noemen. Ik ben blij dat er niks is uitgekomen, omdat ik ook niet heb gegeten vandaag. Dus dat is wel een topper. Wat? Je wint, jongen. Ah, ik dacht twee aan. Ik kan het zo snel mogelijk wegkappen, deze. Waar? Ja, dat weet ik nog niet. In ieder geval, als je deze een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren na de video. Op het cirkeltje klikken, ook het belletje ernaast, zodat je altijd opnieuw een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen, hopelijk om 5 uur, bij een gloednieuwe video. Doei!